Oké mensen, ik heb een raid gestart. Ik ga nu helpen en... Oh! Zijn er! Kom dan. Kom maar. Au. Hit me maar op mijn schild. Kill ze, honden. Jongens, ja, ik heb ook nog een leger honden hier. En dit is wel een groot leger honden. Want met zo'n leger kan ik wel een raid afmaken. Even naar de top van mijn Emerald huis, want ik heb ook namelijk een Emerald huis. Waar is de raid? Oh, daar is de raid. Come on, auw. Kom mee. Come on, Iron Golems. Sommige zijn heel erg beschadigd. Ja, en oké. Er is een nieuwe Minecraft mode, als het goed is. Want er is iets nieuws met Minecraft, oké. Want we hebben nu Minecraft 1.15, als ik het goed heb. Oh my god, ik heb echt een groot leger honden. Ik denk dat sommigen even moeten zitten. Dus sommigen moeten heel even zitten. Zit. Voordat de raid begint ga ik heel even eten. Oh, ze zijn daar. Kom op, eten snel. Ja, thanks. En je kan dat schade aan de Iron Golem zien. Want hoe meer ze beschadigd zijn, hoe minder HP ze hebben. Als ik het goed heb. En de raid now. Oké, er zijn wel heel veel honden. Hier. Yup. Ik ga op zijn raid raken. Come on. Come on. Yeah, boy. Ja, nu is hij boos op mij. En dan maken de Iron Golems hem af. Come on, Iron Golems. Auw. Oh, yo, de beest doet echt veel damage. Ik ga even een Golden Apple eten, want ik heb er nog 49 over. Dat zijn echt meer dan genoeg. Hoe lang speel ik al in deze game mode? Waarschijnlijk al een half jaar. En in een half jaar tijd heb ik echt zoveel villages gekregen. Zoveel Iron Golems. Ik wil ook nog een rondleiding maken ooit. Oh my god. Daar zijn ze. Daar zijn ze al. Ja, goed zo honden. Maak ze maar af. En dan maak ik deze witch even af. Ik ben nog steeds gewoon letterlijk de hero of the village. Want ik heb een raid gestart. Nou ja, dit is mijn achter raid. Wow, yo. Dit is echt een groot hondenleger. Oké, jullie moeten even zitten. Sommigen moeten heel even zitten. Kom aan. Ja, ze zijn gepoisoned door de witch. Voor mij boeit het niet. Ik heb al waarschijnlijk een paar honderd honden. Dus voor mij maakt het niet veel uit hoor. Hier jongen. Oké. Oh my god. Hier. Come on. We can do this. Huh! Oh nee. Meen je dit? Hier, ik maak jou af. Goed. En dan. En ik heb jou ook. Come on, kan ik hem killen? Ja, nice. Ik heb hem gehit. Jij ook? Ja? Ja, ze gaan allemaal neer hoor. Ik weet al zeker. Ja, nice. Ja, ze zijn gepoisoned door de witch. Nee, ze gaan dood. Oh my god, die witch maakt mijn honden dood. Kill hem. Huh. Ja. Nice. Ja, honden. Oh nee, ze gaan dood door de poison. Help. Oké, de nieuwe raid begint weer. Zo. Ja, daar komt er weer nog een ronde. Even kijken. Maar de raid is eigenlijk bijna geen uitdaging. Ik wil wel een uitdaging, wel 10 keer sterker, want... Dat is pas echt een uitdaging voor de Iron Golems en zo, want ik heb echt heel veel Iron Golems. Ik heb ook daar een Iron Golem farm daarboven. En ik heb het gewoon speciaal gedaan voor de raid. Oh wacht, ik moet zo hitten. Oké, Evoker, ja. Ja, jongen. Gekild. Waar is de laatste? De witch. Kom mee, we gaan die killen. Yep. Huh.
Nice. Oh wacht, ik moet mijn trident wel hier gooien even. Oh my god, die dingen komen echt op mij af. Jongen. Kill ze, jongen. Huh. Ja, nice. Ik heb hem afgemaakt. Oh nee, 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 daar is de nieuwe raid weer. Oh jee, 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 jee. We gaan gewoon attacken bij de raid. We gaan even de Iron Golems helpen, want heel veel zijn beschadigd. Of heel veel gedamaged. Ah! Wow, dat grote beest, jongen. Die Ravager heeft een kracht van een Iron Golem. Reuze nachtkraaien. Ze zijn echt irritant. Of ik gooi een trident op hem. Ah, wow, yo. Waar is mijn trident? Oh, mijn trident heb ik hier nog. Hier, ik gooi even deze dingen weg. Die gooi ik weg. Die gooi ik weg. Wow, yo, dat ding. Ik heb hem wel in de fik gezet met mijn trident. Want ik heb een fire aspect. En een vlam. Ja, ja, kill hem. Oh my god. Oh nee, ja, dat ding is echt irritant. Oké, nu komt een nieuwe raid, toch? Wacht, een victory. Nice, lekker. De raid victory. Yeah, boy. Oh yeah. Oh, lekker vuurwerk. Yeah, victory. Oh my god. Oh, I love it. Wow, jongen, dit zijn echt veel vuurpijlen. Het lijkt wel of het nieuwjaar is in deze game. Oké, hier kan ik echt zoveel likes krijgen, man. Oh, victory. Ik kan hier gewoon uren naar kijken. Ik vind het echt helemaal prima. Ik wil nog een raid starten eigenlijk. Want ik hou van uitdagingen en raids en zo. Oh my god, 3 van die vliegende arends. Voor mij boeit dat niet. Oké, wolf is gedood door een bang. Oh ja, een vuurwerkknal. Voor mij boeit het niet hoor. Ik vind het wel zielig voor de wolfjes. I'm the hero of the village. I'm the hero of the village. Jullie mogen mij niet aanvallen omdat ik hero of the village ben. Hit me maar. Oh my god, what the heck? Auw. Dat was echt een vuurwerkshow. Die was echt nice. Ik ben the hero of the village. Ik ga traden met villagers. Oh ja, alles is goedkoper geworden. Maar wat ik eigenlijk wil doen is wat leuks. Beesten hier zijn echt irritant. Ze gaan me aanvallen. Zo, gekild. Oh, die beesten zijn echt irritant. Ik ben heel even bezig met een bucket te maken en dan gaan die beesten om me af. Hier, ik kill hem. En nog één daar en ja, oké, die kill ik even later. Kijk, dit heb ik jullie nog niet laten zien. Maar dit zijn zombie villagers. En ik heb ze, die zombie villagers, heel veel laten killen. Ja, splash, potion of weakness gehaald. Om die zombie villagers naar normale villagers te maken. En hoe heb ik het gedaan? Ik heb een zombie hier naar binnen gelokt. En ja, een paar keer laten killen. En ja, dan wordt het een zombie villager. En ik wil wachten totdat het normale villagers worden. Ja. Oké, er zijn al een paar villagers weer normaal. Maar het nadeel is, die honden staan allemaal in de weg. Ik moet ze hier weglokken. Ja. Die hond ook. Nice, nice. Ik heb beetroots nodig. Om te traden. Oké, pumpkins en zo. En wheat. Ja. Dat heb ik gewoon nodig. Weet jullie wat? Dan hak ik heel even deze dingetjes. Zo. Zo, ja, sorry hond. Als je nou in de weg, als je niet in de weg had gestaan, had ik je niet geslagen. Ja, sorry hond. Maar jullie staan gewoon in de weg. En er staat raid bij mij. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar voor mij boeit het echt niks. Maar ja, ze worden weer normaal zo te zien. Oh my god, 1 melon en 1 pumpkin.
Oh, maar dat is echt nice. Daar kan je echt heel veel mee traden, jongen. Daar kan ik echt zoveel emeralds halen. Weet je wat, ik gooi gewoon nog een splash potion. En dan geef ik ze hier een golden apple en een golden apple. Come on. Hier, ik ga heel even nog een emerald halen. Oh, 2 stacks emeralds. Oké, het gaat lekker. Ik koop hier even, yup, getrade. Ik heb heel veel novice. Maar ik heb echt heel veel masters. En dat is ook chill. Aan die villagers. Maar ik speel in game mode moeilijk als het goed is. Dus dan is er 100% kans dat het een zombie villager wordt. Oké. Wat is dit? Wat trade jij? Oké, ze traden wel veel hoor. Nog steeds de Hero of the Village. 1 pumpkin voor 1 emerald. Wojo. Of 1 emerald voor 1 pumpkin, hoe je dat ook zegt. Jongen, ik ga gewoon heel veel halen. Die ga ik heel even weghalen. Frostwalker, die wil ik nog bewaren. Rotten Flesh, die haal ik even weg. Oké, er zijn er wel heel veel honden hier. Het is druk. Het is heel druk. Weet je wat, ik haal het heel even weg. Carrots. Jongen, ik ga het halen heel even weg. Zo, nu heb ik wel heel veel gehaald. Oh, wow, ja, het lekt een beetje. Oh, ja. Yo. Oké, ik heb veel gehaald. 25 alleen. Waarom alleen 25? Oh ja, ik heb ze niet allemaal opgehaald. Thanks voor de carrots. Oh ja, ik heb nu meer dan stack. Oké, ik heb heel veel stacks. Oké, 1,5 stack bedoel ik dan. Ik ga heel even heel veel carrots halen. Ik ga echt veel halen. Zo, ik ga heel even verder. Want ik wil heel even rond de village kijken hoe het allemaal gaat. Want ik ben wel eens bij plekken geweest waar ik heel erg lang niet ben geweest. Zo groot is mijn village. Oh nee, daar hebben we de creeper. Hallo? Met de creeper. Ja, gekild. Hier, kijk eens aan. Ik heb hier ook nog een markt gemaakt met allemaal bedjes hier en zo. Ja, dat is nice, hè. Want hier zijn al heel veel iron golems, ik weet het. Ook hier ook al. Ik wil even heel even dingen gaan droppen. Oké, totem of undying. Ja, die heb ik sowieso nog nodig. Oké, ik heb al 2 stacks. En carrots, dus dat is ook al heel erg veel. Maar ik heb echt een hele grote farm. Als jullie die willen zien, like dan deze video. Like hem alvast, want ik ga het nu laten zien, hè. Omdat mijn village heel erg groot is. Ik spoel even door. Oh ja, trouwens, ik kan hier ook nog van halen. Natuurlijk. Ik kan natuurlijk hier nog van halen. Haan. Nee, natuurlijk niet vergeten. Ja, hierboven heb ik ook nog een farm gemaakt. Kijk eens hier. Oh my god. Oké, zijn er nog spullen die ik weg wil gooien? Oh. Ja. Oké, die Iron Golem is echt heel erg beschadigd. Ik wil ook geen Iron Golems killen hoor. Want daar killen ze mij allemaal. Want het is wel een groot leger. Iron Golems. En kijk, ik heb een groot leger met honden. Dus die kunnen mij ook beschermen. Maar ik vind het wel een beetje erg als ik Iron Golem kill, want dan ben ik een Iron Golem worden. Nou, dat wil ik ook niet. Oh my god, ik word echt gek van die taalbel. Maar boeien, ik vind die emeralds nog veel belangrijker. Oké, hier heb ik ook nog carrots, die ga ik ook farmen nog. Oké, kijk, dit is mijn grote farm. Soms kan het laggen, want omdat die farm zo groot is en best wel druk. Met allemaal allerlei villagers en zo. Dan kan het wel eens laggen. Oh my god, ik heb echt zoveel spullen. Oh my god, dude. Oké, ik ga wel eens. Ik ga heel even naar mijn Emerald huis. Ik heb wel eens belangrijke dingen bij me. Dus ik wil die heel even in deze kisten bewaren. Seeds, ja, die heb ik niet nodig. Die heb ik niet nodig. Die heb ik niet nodig. En die golden apples niet. En dirt misschien nog wel. Huh. Zo, en dat heb ik nodig, dat heb ik nodig, dat heb ik ook nodig. Weet je wat, ik ruil het even. Die, zo.
Even kijken, we gaan er naartoe. Terug naar de belangrijke villagers van de village. Oh ja, ik wil natuurlijk ook laten zien hoeveel iron golems ik heb. Oh my god, het is echt veel. Ik heb ze gewoon hier naartoe gelokt en ze kunnen er nu niet meer ontsnappen. Want ik heb een soort opvang gemaakt voor die iron golems waar ze in kunnen en waar ze mij kunnen helpen met de raid. Wat heb jij? Oh wacht, ik ben helemaal vergeten te traden. Ik heb alleen dit bij me. Oké, okay, boeien. Zo, hoppakee. Oh, ze hebben ook beetroots traden. Ah, oké, okay, ik heb ze. Ik ben het wel vergeten. Ja, die ben ik ook vergeten. Wheat, die heb ik niet. Ik heb carrots. Ja, ik heb echt heel veel carrots. Die ga ik ook traden. Hier voor jou. En novice, die ga ik natuurlijk ook level up. Oeh, yeah, boy. Hier, ik ga hem ook traden. Carrots. Nice. Hier, ik heb potatoes. Voor jullie. Nice. Ik heb weer lekker wat emeralds erbij. Moet ik jullie laten zien hoeveel emeralds ik hier heb. Oh my god. Dit is niet normaal veel. Maar ik heb ook dit, hè. Oh nee, dat is weinig. Ja, dit is ook wel veel, hoor. Wow, en deze kist zit helemaal vol. Ik ben echt nog ooit van plan om nog een verdieping hier te maken. Van Emerald Blocks, omdat het dadelijk nog vol loopt. Want ik heb echt zo'n 1000 villagers in mijn village. Of misschien 1500. Want ik heb wel een hele grote village. Ik wil een rondleiding maken door mijn hele village. Maar ik heb er nu geen zin in, want ik wil nu een raid starten. En nu wel echt een raid starten. Ik heb hier een raid gestart. Let's go. Kill ze, de raiders. Waarom kan ik ze zo niet? Waarom loopt het een beetje vast? Oké, nu loop ik niet meer vast. Kill ze. Come on. We can do it. Iron Golem kills het lekker. Nice, 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 nice. Mijn armor gaat gewoon niet stuk. Want, ja, ik heb wel eens gemerkt bij opnames die mislukt zijn. Dat mijn armor wel stuk ging. En dat was echt naar, serieus. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, 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 nee. Ja, raiders. Eigenlijk heb ik ze geen damage gedaan. Die iron golems maken ze toch wel af. Oh, wacht. Hier kunnen ze natuurlijk ontsnappen. Ai, 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 ai. Even die creeper. Die moet gewoon dood. Hier, de creeper is dood. En waar zou de nieuwe raid gaan starten? Oké, ja, daar is het. Let's go. Hey, jongens. Waarschijnlijk hebben jullie hier iemand. Oh nee, nee, hier zijn ze. Oh, wow, schiet maar. Schiet maar. Kunnen jullie wel mikken, überhaupt? Come on, creeper, ontplof. Kom op, ik heb een schild, hè. Oh, die creeper. Kijk, kijk, jongen. Kijk wie we hier hebben. Kijk eens aan. Oh, jee, we hebben gekild. Oké, nice. Let's go. Dat is echt chill als ik een schild heb en de creeper wil ontploffen. Komt op me af en bam, dan vlieg ik helemaal naar achter. Maar dat kan ook bij de Ravager, want die Ravager... ja, ik kan gewoon zo blokkeren. Oh, wacht, ik wil wat grappigs doen bij die creeper. Oh, wacht, de raid begint al bijna. Daar is de raid. Gewoon, die spant gewoon voor het gezicht van Iron Golem. Oh nee, jongen, hier. Hier, de witch. Huh. Lekker, kom hier. En ik blokkeer het. Ja. Yeah. Oh nee. Oh. Al die wolven leger komt er al aan. Creeper. Kom maar, kom maar, kom maar. Ik heb een schild. Ja, die honden. Die gaan gewoon naar voren spannen. Maar ik heb al te veel honden. Dus ik vind wel dat ze gekild mogen worden. Maar ik vind het ook wel deels zielig. Voor mij boeit het echt niks. Kom maar als je durft, hè. Ja, honden maken maar af. Gooi ik de trident op hem. Hup. Kom aan, ik gooi. Waarom kan ik niet gooien? Ik wil een trident gooien. Ik heb hier, hè. Hier, kill jou. Ja, kill hem. Goed. Goed, honden. Yeah. Mijn honden hebben hem afgemaakt. Thanks, honden. Ik maak hem af. Ja, die honden maken daarna de zombie af.
Lekker. Huppakee. Hup, come on. Kan hem, waarom kan ik hem niet hitten soms? Kijk, hier, hit. Oh, die witch hier is het helemaal opgesloten. Jongen, hier gekild, nice. We gaan hier wachten tot... Ik wil kijken of ze wel voor mijn neus spannen. Waar zijn ze nu? Oh, hier zijn ze. Oh, hier zijn ze. Jongen. Ja, nice. Ik heb hem gekild. Oh ja, hier zijn ze. Oh, ze zijn gewoon boven in die kamer gespand. Oh nee. Oh my god, die dingen zijn gevaarlijk, jongen. Uitkijken. Ja, ik heb het geblokt. Nee. Ja, nice. Ik ben weer aan het regenereren. En die vliegende dingen hier, die zijn ook irritant. Come on. Nice, lekker. Nee. Oh nee. Wat de heck is dit nou weer? Ja, ik blokkeer het. Hit me. Goed maar. Goed. Ik lok hem naar de Iron Golems. Au, jongen. Oké, ik ga hier weg. Oh, joh. Eten. Snel. Waarom duurt het eten zo lang? Oh, ik ga heel even golden apple eten, want die vliegende beesten komen al op me af. Kom op, waarom duurt het zo lang dit? Ik wist niet dat het bij een raid zo lang duurt. Ja, eindelijk, hier. Come on! Yeah, boy. Oh, ze zijn gewoon daar bij het hok gespand. Oh, hij heeft me bijna geraakt. Die guy. Oké, ze zijn dood. En deze. Die is ook gekild. Ah, jongen. Ja. Die krijg je terug. Ja, gekild, nice. Ja, lekker. Oh my god, die raiders daarboven, die moet ik ook gewoon killen. Jongen, jullie moeten eraf. Oh jongen. Iron Golems, maak ze maar af. Eten. Ja, nice. Goed. Kill jou ook. Oh jee, ja. Jij hè. Je wilt vechten hier. Zoek dit. Nee, misgegooid. We gaan hem killen. Ja, raid victory. Ja, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen, jongens. Pak mijn trident erbij. Vuurwerk. Yeah, we hebben gewonnen. Ja, lekker. We hebben de raid gewonnen. Kom op, we gaan vuurwerk afsteken. Go, lekker. Villagers, thanks voor de vuurwerk show. En ik wil jullie ook nog bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wou dit beëindigen met een raid victory. Want, zo beëindig ik nu mijn video. Want, hier wordt ook nog vuurwerk afgestoken. De villagers gaan mij een vuurwerkshow geven. Ik vind het echt super chill. Villagers, bedankt voor deze vuurwerkshow hier. Het lijkt hier een beetje. Come on. Echt bedankt, villagers. En alle mensen die deze video hebben gekeken. En Iron Golems, bedankt voor het helpen van de raid. YouTubers zeggen wel dat Iron Golems heel irritant zijn. Of heel irritant kunnen zijn. Soms zijn ze het wel, maar ja, ze hebben me echt geholpen. 2 raids gestart gewoon. En nu beëindigen we dit met een vuurwerkshow. Ja, lekker. Vuurwerk.
Anders gaan we gewoon vuurwerk afsteken. Yeah. I'm the hero of the village. I'm the hero of the village. Ik moet kijken. Hero of the village. Oh, ik heb echt zoveel raids gewonnen. En ja, ik heb echt een leger honden en leger iron golems die mij hebben geholpen. Ermee. Ja, heel aantal zijn overleden door creepers. People that watch this video. Oh my god, dit is nice. En al die villagers komen naar buiten en wat gaan ze hier doen? Bedankt voor het kijken, ik ben level 31. Tot de volgende keer bij een nieuwe video of misschien een nieuwe vlog. Later!